Thank you.
weet dat Vincent van Gogh niet alleen de onrust had in zijn werken, maar ook in zijn leven. En hij heeft vele plaatsen bezocht. We zijn toch blij dat 10 van de 12 gemeenten hier vertegenwoordigd zijn. En die mensen zijn hier gekomen om een klein beetje werk te leveren. Dat wil zeggen dat we als gezamenlijk, en op die manier willen we dat ook uitdrukken, dat we gezamenlijk dit bloementableau hier aan Nederland presenteren ter nagedachtenis aan onze grote burger die hier in Zundert, hier 100 meter vandaan, wat zeg ik, 20 meter vandaan, geboren is. Ik zou dan ook graag uit willen nodigen om het bloementableau te vervolmaken en ik ga ze in volgorde uitnodigen, maar ik zou u willen vragen om allemaal hier naar voren te komen. Er is een klein plekje aangegeven waar u geacht wordt een stukje afwerking te plegen en ik begin met burgemeester Seelen van de gemeente Zevenbergen. En ik mag u misschien vragen om daar even een applaus voor te geven. De heer Van Hassel uit Tilburg. De heer Van de Ven uit Etten-Leur. De heer Frensen uit Zwelo. De heer Appeldoorn uit Sleen. Mevrouw Van den Berg uit Schravenhagen. Meneer Van Pareren uit Nuenen. Meneer Bouwmans uit Helvoort. En de heer Ten Oever uit Hogeveen, die mij al vertelde dat hij 3 uur in de auto had gezeten om hier naartoe te komen. Dus daar een extra applaus voor. Burgemeesters, u mag beginnen, heren vertegenwoordigers. U ziet, dames en heren, met welk een vakmanschap de burgemeesters hier de hamer hanteren. Nu zijn ze dat gewoon natuurlijk. Het is alleen een iets grotere hamer, maar ook met bloemen. Zeg het, met bloemen. Het is een vriendelijk verzoek, heren burgemeesters en vertegenwoordigers van de gemeente, om even te exposeren op de plaats waar u stond. Al werkende, maar dan met uw gezicht richting de fotograaf. Ja, men vraagt soms het onmogelijke, maar dat zal u bekend zijn. Dames en heren, mag ik nog 1 applaus voor onze burgemeesters en vertegenwoordigers uit de diverse plaatsen. En dan zou ik nu Johan van Trijp willen vragen om een korte uitleg te geven over het tableau. Waarna we gaan luisteren naar onze schitterende fanfare Nut en Vermaak. Ik ga een beetje zo staan, zeggen ze. Goed.
Welkom allemaal namens de organiserende club. We zijn een samenraadsel van wat mensen uit diverse buurtschappen uitzenden. Al die buurtschappen zijn er 17 en die werken elk jaar mee aan dat CORSO. En van alle buurtschappen hebben wij ook medewerking gekregen om dit dingetje te maken. Ik zeg dingetje. Het is groot, dat weet ik, maar het is 160 vierkante meter. Het klinkt een beetje prozaïsch, maar wij meten de afmetingen van een CORSO-waarde in vierkante meters. Op die manier kun je een beetje vergelijken. En dan kan ik u vertellen dat dit iets meer is geworden dan de geplande 160 vierkante meter, want hij is, onze persberichten hebben niet geklopt. Hij was geen 8 meter hoog, hij is 9 meter en 3 centimeter hoog. Sorry. Het aantal bloemen wat hierop zit is dus iets meer dan 100.000. Maar als je dit vergelijkt met een CORSO-wagen zoals wij die op de eerste zondag in september graag bekijken, dan moet u denken aan 3 van deze tableaus aan elkaar op wielen. En dat rijdt rond. Met een heleboel schitterende muziek ertussendoor. Dus ik wil u graag uitnodigen. Kom eens een keer kijken op de eerste zondag in september. Het is bijzonder de moeite waard. Enig in Europa en ik denk in zijn soort. Maar ik ben natuurlijk niet altijd bescheiden in de wereld. Vincent van Gogh staat hier afgebeeld. Ja, om het een beetje verantwoord geheel te maken. We hebben dus werk van Van Gogh zelf geprobeerd te kopiëren. Dat is niet helemaal juist gezegd. Want wij hebben natuurlijk geen blauw. Blauwe dahlia's zijn nog steeds niet uitgevonden. Hoewel die bloem die onder in de jas van Van Gogh ziet wel Bluebell heet. Maar u ziet, Bluebell is paarsbel. De bloemen die zijn dus anders van kleur, dus wij moeten natuurlijk gaan sleutelen. Dat is altijd jammer als je dat moet gaan doen aan een oorspronkelijk kunstwerk. We hebben de mogelijkheid om te beoordelen of dat gelukt is. U ziet rechts een zelfportret met hoed. Dan ziet u links aan de andere kant de kerk van Auvers-sur-Oise. Dat is de kerk waarnaast Vincent en Theo, want u ziet dat dubbele standbeeld daar staan. Er wordt te vaak vergeten dat het werk van Van Gogh nooit mogelijk zou zijn geweest zonder die andere zundertenaar, die Theo van Gogh, die hem heel zijn leven lang gesteund heeft en die ook een jaar na overleden is. Naast hem bij Auvers-sur-Oise, vlakbij dat kerkje, begraven ligt. Ja, wat moet ik nog meer vertellen? Ik kan natuurlijk ontzettend veel gaan vertellen. Ik zou zeggen, komt u de eerste zondag eens een keer kijken, dan leg ik het u graag op mijn gemak met een luf hoofd, want dan ben ik waarschijnlijk zeer moe uit. Ik dank u wel voor uw aandacht. Ik dank u wel.